Nou, mijn onderzoek gaat over de onbedoelde gevolgen van klimaatbeleid. Klimaatbeleid opstellen is een tijdrovend proces. Er moet, het probleem moet op de agenda worden gezet. De politici moeten een consensus bereiken. En als het voorgestelde beleid er eenmaal is, is er vaak ook nog een aanlooptijd om energiegebruikers een aanpassingstijd te geven. Nou, sommige economen zijn bang dat fossiele brandstofexporteurs, dat ze die aanpassingstijd zullen gebruiken om snel hun brandstof extra snel op te pompen voordat het beleid effect heeft. En dat kan ervoor zorgen dat in plaats van dat het klimaatbeleid het probleem oplost, het juist alleen maar de opwarming versnelt. Nou, mijn onderzoek laat zien dat de angst voor zo'n zogeheten groene paradox waarschijnlijk onterecht is. Mijn onderzoek maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten fossiele brandstoffen. Ten eerste de goedkope, winbare, schaarse brandstoffen zoals olie en gas in het Arabisch Schiereiland. En ten tweede overvloedige, maar veel vuilere brandstoffen zoals kolen en teerzandolie in Canada en Venezuela. Nou, voor die eerste groep, die goedkope brandstoffen, geldt inderdaad dat als in de toekomst de exporteurs een streng koolstofbelasting ze verwachten, ze altijd de prijs omlaag kunnen doen en de grondstoffen sneller op de markt brengen. Maar voor, om klimaatopwarming echt tegen te gaan, is die tweede groep brandstoffen veel belangrijker. Omdat er veel meer van zijn en ze veel vervuilender zijn. Als we alle conventionele olie en gas gebruiken, blijft de opwarming nog binnen de perken. Maar als alle kolen en teerzandolie wordt opgestookt, dan brengt dat het klimaat een groot probleem. Nou, mijn onderzoek laat zien dat voor die tweede groep grondstoffen deze groene paradox veel minder waarschijnlijk is. Het komt ten eerste omdat er een heleboel kolen zijn. Dus die afweging of je, of je die schaarse kolen nu gebruikt of ze voor de toekomst bewaart, die is veel minder relevant dan voor olie en gas. Ten tweede ligt de producentenprijs voor die grondstoffen veel dichter bij de marktprijs. Dus als er in de toekomst een strenger klimaatbeleid wordt gevoerd, dan zorgt dat er veel sneller voor dat kolen niet meer concurrerend worden en dat ze daarom in de grond blijven. Dus dan heeft het beleid tot effect dat kolenmijnen dichtgaan in plaats van dat we de kolen sneller gaan exploiteren. Dus de conclusie van mijn onderzoek is dat zelfs als er een aanlooptijd is voor klimaatbeleid, dat het zeer effectief is om de totale emissies te beperken. En dat het effect van kolenmijnen die dichtgaan en teerzandolie die in de grond blijft veel groter is dan het effect van Saoedische olie die sneller wordt opgepompt. Sterker nog, in plaats van dat we bang moeten zijn dat een geloofwaardig klimaatbeleid op de middellange termijn leidt tot het sneller oppompen van goedkope fossiele brandstoffen, moeten we juist zo'n geloofwaardig signaal uitzenden om groene investeringen te stimuleren. De investeringen die we nodig hebben om klimaatopwarming tegen te gaan, die we gaan gebruiken tussen 2030 en 2050, die moeten nu worden uitgevonden. En bedrijven zullen daar alleen aan beginnen als ze ook echt vertrouwen dat er tegen die tijd een geloofwaardige koolstofbeprijzing is en dat de vervuiler betaalt. Nou, voor klimaatbeleid is het dus vooral belangrijk dat die overvloedige vervuilende grondstoffen dat die in de grond blijven. Er zijn dan een aantal maatregelen die we specifiek kunnen nemen om dat te bewerkstelligen. Dus geen nieuwe kolencentrales bouwen. De VS kan beslissen om niet die pijplijn voor het importeren van teerzandolie aan te leggen. Internationale handel in die vervuilende brandstoffen vereist gespecialiseerde raffinaderijen. We kunnen ervoor kiezen om dat soort investeringen niet te doen. En dat, ja, dat zorgt er vanzelf voor dat die vervuilende brandstoffen die juist zo gevaarlijk zijn, duurder worden. En ja, daar valt de grootste winst te behalen in termen van het reduceren van totale emissies.